Ik weet dat ik zou komen. Ja. En nee, ik was onderweg naar je. Ik kom morgen. Het lijkt wel een crisis hier bij jou, hoor, als ik jou zo hoor. Wat? Ja, een crisis. Als ik jou aan de telefoon hoor. Wat voor crisis bedoel je dan? Zit jij in een crisis? Nee, crisis voor beginners op de Weebos voor de campinghallen. Nou, er is anders ook wel een crisis straks in de kattendans. Een crisis voor beginners. Ja, dat zal ook wel zo zijn. Dat kunnen we niet hebben. Ik zie je morgen. Nee. Ja? Nou, is goed. Dag. Ik heb mijn tenue al aangetrokken, maar ik heb hem niet gereserveerd. Oh, maar ik heb er wel zin in hoor, om die gaatjes te gaan ja, vullen. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar wanneer denkt u dat gaan te doen? Nou, in oktober of een paar dagen later kun je altijd nog kiezen. Ik word er nog wel zinnig van. Ah, geen stress, het is maar een kleine crisis. Crisis voor beginners. Ja, ja, maar een klein crisis is ook een crisis op de Weebos. Daar heb je gelijk in, ja. Maar goed, we zien het wel bij de camperhalm. Ja, ja. En dat gaatjes vullen komt helemaal goed. Zeker weten. Het is crisis. Crisis? Waar? Ja, crisis voor beginners. Bij buurthuis Het Zand en de Weebos en in de kattendans. De kattendans? En bij toneelvereniging De Camperhallen. Ja, daar ook. Ja, daar ook. Ja. Crisis voor beginners? Ja, crisis voor beginners, ja. Oh jee. Oh jee. Oeh. Meen je dat echt? Ja, het is echt. Crisis. Ja. Oh. Crisis bij de camperhallen. Oh jee. Oeh. Hè toch. Nou zeg. Jongen, jongen. Oh, Hummel BV zijn van mening dat het bundelen van krachten binnen de burgerbevolking een waardevolle. Nee. Good morning! Ik ga gewoon even. Wij van Hummel BV zijn van mening dat het mobiliseren van krachten binnen de burgerbevolking een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bewerkstelligen van een structurele verandering binnen de doelgroep. Calzignone Sembucca. En ik denk dat het raadzaam is een Facebookpagina aan te maken. Op die manier kunnen we de gevoelens van de burgers inventariseren en kanaliseren. Cappuccino. Ik denk dat mevrouw Verlinde een soort van hypothetisch wensscenario beschrijft. Een wensscenario misschien naar de kattendans te gaan of naar het toneel. Ach, wat is jouw tekst? Nee, maar dan nog, toch? Wat een crisistekst. Ik heb crisis. En dan moeten we ook nog voor de Weebos spelen. Wat voor crisis? Voor beginners? Crisis voor beginners, jongen. In de Weebos? Denk wel een stuk. Toch alleen in de Weebos, of niet? Oh, wacht. Ook nog in de kattendans. Dat zei ik net. Oh. Ja, ik zit helemaal in mijn tekst. Geweldig, jongen, geweldig. Dat wacht maar.